Wesley is bij ons. Een burn-out heeft geleid tot het fotograferen zoals je dat de laatste jaren doet. Wat voor werk deed jij dan eigenlijk, Wesley? Ik was courier. Courier? Dus met een autootje heen en weer rijden? Ja, met een klein busje en dan zware pakketten bij bedrijven en particulieren leveren. Overal mag je maximaal 30 seconden binnen en weer weg. Dat soort toestanden? Ja. Oké. En dat is misgegaan, daar heb je je burn-out op gelopen? Ja, dat was op een duur een beetje te veel uren maken. En dat trok mij wat te veel aan. En daardoor is het niet is het eventjes kortsluiting geweest. Ja, het is heel specifiek werk, ja. Dat moet je op een gegeven moment dan constateren. Dat... Ja, dan kwam ik in mijn vakantie achter. Ja? Ja, toen stond ik op. We waren in Texel op vakantie. En toen stond ik midden in de nacht op en toen wou ik gaan werken. Dus serieus? Dat was niet helemaal goed. Dan is er een kortsluiting, zeg maar. Ja. Dus dan was ik op zoek naar mijn werkkleding, terwijl ik op Texel zat. Oeh. Ja, dat is apart, hè? Dat kan allemaal. Ja, het is duidelijk dat ik daar geen ervaring meer heb. En dat is maar gelukkig maar natuurlijk. Maar oké, dan ga je dokters het toestand erin. Op een gegeven moment wordt geconstateerd toch dat je een burn-out hebt. Ik hoorde van de week nog een heel gesprek over. Maar daar ga ik nu niet op in. Want dat ging over dat je het echt kunt constateren. Dat het vast te stellen is. Dat het lijkt op een griep. En op een gegeven moment blijkt het toch wel wat anders te zijn. Maar je bent op het nu bij het fotograferen gekomen als zeg maar therapie. Waar zit die... Ik was gaan lopen en dan ging ik hier over de Zeedijk lopen. Beetje de boel leegmaken. Ja, inderdaad. En dat werd me ook aangeraden om dat te gaan doen. Eerst zat ik 2 maanden thuis en dan komt er echt gewoon niks uit je. En toen ben ik gaan lopen. En toen, ik zag alsmaar dingen. En ik dacht bij mij van, ik moet dat vast gaan leggen. Oké. Dus daar ben ik... Je zag het mooie van de omgeving waar je liep. Ja, inderdaad. Ik wou dat op een mooie manier vast gaan leggen. Dus zodat ik mijn omgeving positief ga maken. Waardoor je zeg maar wat sneller uit je burn-out kan komen. En dus door middel van dan een camera, die heb ik toen dan later gekocht, ben ik dat vast gaan leggen. Ik ben dat gaan delen. En dat sloeg enorm aan. Van het een kwam het ander eigenlijk. Ja. Dan heb je het eigenlijk zelf een beetje opgezet. Ja, het lopen is één. Men heeft gezegd, ga maar lopen. Dat het hoofd een beetje leeg maakt. Ja. De boel een beetje op een rijtje krijgen weer voor zover mogelijk. En dat fotograferen is daar automatisch uit voortgekomen. Ja. Want daar heb jij daar iets mee. Ik had altijd wel die interesse. Maar de tijd had ik er nooit niet echt voor. Ja, nou had je zeeën van tijd. Nou had ik heel veel tijd. Heel vervelend, maar toch. Ja, de eerste paar maanden doe je echt niks. En dan op een duur dan ga je toch wat dingetjes ondernemen. Maar dan moet ik weer rustig moet het aanpakken. Want ik merkte toen op de duur ook dat het weer te veel werd. En dan gaat het toch weer gewoon stapsgewijs. Ga je dan toch weer net te veel doen. Dat vroeg ik me inderdaad ook af. Want ik zei net even toen je hier zat. Dit fotoboek, dit brengt ook druk mee om te maken. Maar een Facebookpagina, daar kun je... Je wilt op de duur elke dag wat plaatsen bijvoorbeeld. Ja. Er komt ook weer een druk. Ja. Of toch niet? Ja, dat valt op zich wel mee. Ja, iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. Dus je kan eigenlijk overal waar je bent, kan je even reageren. En jij om te plaatsen. Ja, ik moet dan weer een foto plaatsen vandaag. Moet weer een foto komen. Ik vind het niks moois. Ik zeg maar. Ja. Misschien heb ik het fout, hè? Ja, nee, dat heb ik wel. In het begin heb ik dat voornamelijk gehad. En heb ik ook wel eens zoiets van, even een paar dagen niet. Ik moet even van mezelf denken. En dan had ik het druk genoeg. En ik was bezig met dat boek. En dan had ik ook gewoon even een paar weken dat ik gewoon maar eens 1 of 2 keer een foto plaats. Okay, dat kon je goed. Je kunt naast je neerleggen. Ja. Ja, uiteindelijk wel. Ik heb dat wel geleerd. Want dan met dat boek erbij kwam er best wel behoorlijk wat druk op. Waar is het idee van het boek ontstaan? Want het is alles digitaal tegenwoordig. We hebben Facebook, we hebben Instagram. Waarom hebben we nog een boek? Toch een boek. Toch mooi. Ik vind een boek mooi, hè? Let wel. Ja, dat is een boek. Ja, als je een foto vast hebt, dat zegt een foto toch nog wel wat meer dan op internet. Een foto zegt altijd meer dan 1000 woorden, maar dat is natuurlijk ook zo, hè? Ja. Toch? Ja. Heb je favorieten in het boek? Ik blaai er even doorheen. Dus het is bij de Stadhuisplein. Dat is wel een mooie met het gespiegelde hier. Zo. Die van het Stadhuis is onder andere wel een van mijn favorieten. Deze. Kijken of ik hem voor de camera krijg een beetje zo. Ja, u moet het boek trouwens maar aanschaffen. Dat is het makkelijkste van allemaal. Ziet er in ieder geval mooi uit dit allemaal. Het is geprint, hè? Dit, hè? Ja. Oké. Merk je niet. Vroeger drukken, dat is dus niet meer nodig. Hè? Nee, de print is fantastisch. Ja. Ik denk dat je hier... Er zijn een heleboel fotoboeken natuurlijk. Maar wat is jouw specialiteit? Dat bijzondere, dat detail zal ik maar zeggen. Zoals deze bijvoorbeeld. Laat hem even zien. Ja. Dit is... Dat is bij de uitkijkpost genomen, zeker dit. Ja. Op de, wat die strek, dan was ze de boel steeds kapot maken. Ja, inderdaad, helaas. Ja. Want dit stukje niet, dit krijgen ze niet kapot. Nee, dat is goed beton, hè. Ja, zo is dat. Hoe heb jij je zegt op een gegeven moment, ik maak een fotoboek en laat ik het anders, laat ik hem makkelijk stellen. Ben jij nu van je burn-out af?
Nou, ik hoop het wel. Ja, ja, ik merk wel dat ik veranderd ben daarin. Ik ben wel rustiger geworden. En ja, je gaat dingen, sommige dingen die je oppak, ja, benader ik rustiger. Of ga ik rustiger mee om. En, de hectiek en de druk en dat soort dingen, dat probeer ik wel te mijden. Je bent bewuster bezig met wat je doet en waar je bent en je omgeving. Ja, want ik merk het gelijk aan mezelf als ik dan weer te veel ga doen. En die signalen pik je op? Ja, dan word ik gewoon, dan word ik een beetje chagrijnig van. En dan ben je toch sneller moe, dan ben je wat meer gekrekeld. En dan weet je van jezelf, dan moet gewoon even een schuifje naar beneden. Dat is een belangrijke stap, lijkt mij. Ja. Heb je daar nog controles op met artsen en dergelijke? Praat je er nog over met wetenschappers, zou ik bijna zeggen? Nee. Je lost het zelf op? Ja, eigenlijk wel. Ja, gewoon met mijn fotografie. Dat geeft op mij gewoon de ontspanning. En heeft het mij ook mijn mogelijkheden gegeven. En ook in laten zien dat ik via een andere manier, of andere weg, eigenlijk dingen kan bereiken. Mm-hmm. En dat is gewoon mooi. Okay. En hoe mooi kan het zijn dat je op een zomeravond gewoon lekker aan het strand als zonsondergang staat te fotograferen. En dat je dat de volgende ochtend post. En dat er dan toch nog heel veel mensen dat ook gewoon mooi vinden. Ja. Liken. Hetzelfde, dat geeft niks. Tegenwoordig snappen we dat. Oh, hier heb je nog een keer. Het is voor jou goed geweest. Zoals je zegt, van het maken van de foto's op Facebook. En dan nog eens dit boek erbij, wat netjes uitgebracht is. Dat heeft heel veel bijgedragen aan de kwaliteit van jouw leven. Ja, zeker wel. Dat is belangrijk dat eigenlijk. Heeft mij gewoon een ander mens gemaakt. Kijk eens aan. Wesley Kolen 2.0. Ja, zoiets. Als ik het wil hebben, dan jou een berichtje sturen via Facebook? Kan via Facebook. Ik kan het ook in de winkel krijgen. Oké, winkels. Ze moeten jou een berichtje sturen, want dan moeten we alle winkels weer gaan noemen. Maar het zal vooral hier een beetje in de binnenstad van Terneuzen zijn dat het te koop is waarschijnlijk. Ja. Bergreacties gehad al? Ik begin wel langzaam een beetje aandacht te krijgen, zeg maar. Oké. We doen ons uiterste best. Ja. Dankjewel, Wesley, voor je komst. Graag gedaan. Heel veel succes ermee. We gaan nog heel veel foto's van jou zien. Ik twijfel er geen moment aan. Dat komt helemaal goed.